als burgemeester. Everhard van der Laan leest als burgemeester. Well, I'm sitting on top of the world. I don't come around here. Don't come around here. Don't give me your hold on your hand. I'm my lady, like I'm for your man. Ik vind het heel lastig. Ik vind dat je wel nog wat rechten hebt, ook als kraker. Aha. Dus om er zo uitgezet te worden zonder enig recht, dat vind ik niet terecht, nee. Maar ook de Hoge Raad niet, hè? Heb ik vanmiddag gehoord. Dus dat scheelt. Ik vind het lange leegstaand vind ik niet op zijn plaats. Mensen die het nodig hebben, ja, moeten kunnen wonen. Goedenavond. Ik ben Tamira, ik ben gemeenteraadslid en ik voor GroenLinks gevraagd om hier wat te zeggen. GroenLinks heeft zich samen met andere partijen in de gemeenteraad verzet tegen ontruiming voor leegstand en tegen ontruiming voor het bewaken van leegstand, ofwel anti-kraak. Wonen is een recht. Leegstand is een misdaad in een stad met woningnood. Culturele vrijplaatsen zijn de schwung van deze stad. En ze zijn broodnodig, zeker in deze tijden van culturele kaalslag. Tegengeluiden, initiatieven van buurtbewoners, die moeten welkom zijn. Amsterdam is een stad en blijft een stad van tolerantie en diversiteit. Daar horen politieke minderheden en alternatieve subculturen bij. Amsterdam dreigt te worden platgemaakt. Maar maak ons niet plat, haak ons niet aan. Vandaag is eigenlijk een mooie dag. Want het is goed dat het driehoek, het Openbaar Ministerie en de burgemeester en de politie, ook nu vandaag moeten inzien dat zij niet mogen ontruimen zonder een uitspraak van de rechter. Hartstikke mooi dat kraters onze rechtsstaat gebruikt hebben om de driehoek terug te sluiten. Daar waar de democratie nog niet komt en de raad gepasseerd werd. Dus voor vandaag, leven de rechtsstaat, kraken gaat door. Er moet gekraakt worden, want het mag niet leegstaan. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben ook een kraker geweest. Oké. Okay. Ja. Als je het vanuit een particulier oogpunt, het moet gewoon altijd bewoond zijn. En het is natuurlijk, het moet die grote jongens die de panden leeg laat staan, die moet je aanpakken. Maar het is heel moeilijk. Ik vind het moeilijk. I'm heading on back to the hills, I say. Heading on back to the hills. Go on, I'm heading on back to the hills, I say. Heading on back to the hills. I'm heading on back to the hills, I say. Heading on back to my squad. I'm heading on back to the hills, I say. Heading on back to the hills. Hey, I'm heading on back voor de volgende demonstratie. Ik vind namelijk plaats op zaterdag om 3 uur bij de Dokwerker. Voorruimte voor iedereen en tegen het afbraakbeleid. Natuurlijk ook tegen de nieuwe anti-kraakwet. Maar ook tegen de afbraak van sociale structuren. En het wegbezuinigen van wijkcentra en huurteams. En allemaal komen dus ook zaterdag om 3 uur bij de Dokwerker. Op indymedia.nl kan je meer informatie over vinden en hou deze website ook goed in de gaten voor ontruimingen die op handen zijn. Ze kunnen er snel mogelijk op reageren en actie ondernemen. En nood breekt wet. Kraken gaat door. Tot de volgende keer!